Volgens Michael Custers kan HR veel opsteken van marketing. Nou, Michael, dan mag je me eventjes uitleggen. Maar eigenlijk is het simpel. Net zoals een marketeer elke dag bezig is met de customer experience van bijvoorbeeld deze doos cornflakes, zo kan HR ook de relatie met de medewerker gaan benaderen. Oké, en dat lijkt me best lastig. Wel, een marketeer is echt elke dag bezig met die relatie tussen merk en consument. Op dezelfde manier kan ook HR bezig gaan zijn met de relatie tussen werkgever en werknemer. En wat levert dat dan op voor jullie? Wel, doordat je de processen en de technologie niet centraal zet, maar de relatie, dan krijg je eigenlijk een perspectief wat veel meer gericht is op de medewerker. Nou ja, dan kan je dat dan weer beter afstemmen aan elkaar natuurlijk. Ja, exact. Je krijgt als organisatie een groter empathisch vermogen en je gaat mooi de contactmomenten tussen medewerker en bedrijf mooi in kaart brengen en vormgeven. Nou, lijkt me enorm belangrijk. HR-managers, jullie horen het, van marketing kan je dus heel veel opsteken.